Hey allemaal, welkom terug bij een nieuw filmpje. Ik ben afgelopen vrijdag naar Londen geweest. Eén dagje maar. Samen met mijn beste vriendin en met goede blogvriendin Vanessa. We hadden super veel geluk met het weer, want het was best wel mooi. Ze hadden 22 graden voorspeld. Een zonnetje met hier en daar een wolkje, maar het was in de stad best wel wat warmer. Maar dat was zeker niet erg. Ik ben ook al eens naar Londen geweest dat het aan het regenen was. En dat maakt het zo net wat minder aangenaam. Het blijft natuurlijk een toffe stad, maar ja, een beetje zon en zonnebril op je snoet maakt het allemaal wat aangenamer. Dus ik ga jullie laten zien wat ik er gekocht heb. Ik had op voorhand uiteraard een gigantisch grote beauty wishlist. Ik ging ook voor wat kleren. Dat is spijtig genoeg een beetje in het water gevallen. Ik heb wel wat gevonden bij Victoria's Secret. Gewoon onderbroeken, 5 voor 25 pond. De actie die dat ze in de VS ook hebben. Maar waar ik eigenlijk voor ging was Club Monaco. Als je mijn New York shoplog gevolgd hebt, dan ik heb iets verteld over Club Monaco in de VS. Dat was een hele leuke kledingwinkel. En ik keek er heel erg naar uit om daar nog eens naartoe te gaan. Online bestellen gaat ook, maar met invoerrechten wordt dat helaas wel een beetje duurder. Dus toen ik gezien had dat er in Londen ook Club Monaco was, was ik heel enthousiast. Omdat ik zoiets had van oké, dan kan ik op die manier die invoerrechten wel vermijden. Dus ik was heel blij om er naartoe te kunnen gaan. Maar het is een beetje tegengevallen. De winkel was vrij klein. Het assortiment, nu, de winkel mag vrij klein zijn, maar wat ze er hangen hadden, was ook vrij beperkt. In de VS was er gewoon veel meer keuze. De webshop is ook veel uitgebreider. En ik ben er na 5 minuutjes ja, terug buiten gekomen. Er ging eigenlijk niks wat echt mijn aandacht trok. Terwijl als ik op de webshop kijk, dat er heel veel dingen zijn die ik wel zou willen. Dus dat was een beetje spijtig, maar bon. Ik heb mij dan maar op de beauty gestort en dat ga ik jullie nu laten zien. Goed, eerste stop van de dag, dat was in de wijk Kensington. Harrods was een to-do, want ze verkopen er Marc Jacobs Beauty. Ik denk exclusief, ik heb het op geen enkele andere website van Selfridges of Debenhams of zo gevonden. Dus ik denk dat het alleen bij Harrods te doen is. Want zowel Vanessa als ikzelf waren zeer benieuwd naar de nieuwe foundation en de nieuwe mascara. Ik heb ze uiteindelijk alle twee gekocht. Dit is de nieuwe mascara, de Velvet Noir mascara. Die komt in zo'n hoekige verpakking. Ik heb hem nog niet getest, dus ik kan nog niet vertellen wat ik ervan vind. Maar volgens de dame die ons geholpen heeft, een super lieve, mooie, lieftallige dame trouwens, die ook wel bereid was om ons voldoende uitleg te geven en voldoende tijd voor ons te nemen, dat was wel fijn, is het de meest volumineuze mascara dat Marc Jacobs heeft. Het zou dus voor heel veel volume en drama moeten zorgen en dat is uiteraard wel waar ik naar op zoek ben in een mascara, dus ik ben zeer benieuwd. Ik houd jullie wel op de hoogte. En dan de foundation. Ik ben uiteindelijk naar huis gegaan met zowel de primer als de foundation. Ik denk dat de primer op zich niet onmisbaar is. In die zin dat je het wel kan vervangen door een andere primer. Maar ik dacht, of waarom niet als ik dan toch bezig ben. Dus dit is de, hoe heet het officieel? Invisible Undercover Perfecting Coconut Face Primer. Een witte flacon met een witte dop en een pompje. Een hele lichte primer die je huid hydrateert en die dus ook wel naar kokoswater ruikt. Volgens de verkoopster kon je dit ook gebruiken in plaats van je dagverzorging. Als je een iets wat vettere huid hebt, dan denk ik wel dat dat inderdaad het geval kan zijn. Nu, ik vind hem perfect voor onder deze foundation en dit is dan de Remarkable Foundation. Full Cover Foundation, heel geconcentreerd. Het is eigenlijk een soort van pigment. Geen pompje bij deze, maar een soort van... Ja, een dropper mag ik ook niet zeggen. Een steeltje met een bolletje aan. Voilà. Dus je doet het eigenlijk... Je moet het op je hand doen of op je gezicht doen of op een borstel doen. De verkoopster zei ook heel duidelijk, kijk, je hebt hier echt wel maar 2 druppeltjes van nodig. En ze heeft het ook gedemonstreerd en het is echt wel zo. Ik heb hem nu al 2 dagen op rij gedragen. Dit is een zeer gepigmenteerde foundation. Je krijgt er een ongelooflijke goede dekking van. Op dat vlak kan ik hem vergelijken met Estée Lauder Double Wear. Maar de hoeveelheid die je nodig hebt is minimaal. In die zin dat het niet voelt alsof je iets op hebt. Je ziet wel dat je foundation draagt, dat je make-up draagt. Het is niet zo het naked skin effect. Maar het voelt heel licht gewicht aan. Je moet hem ook regelmatig schudden. Als je hem gewoon laat staan of laat liggen, dan gaan de ingrediënten separeren. De kleurenselectie is trouwens enorm uitgebreid. Ik ben nummertje 12, Ivory. Dat is de tweede lichtste kleur, uiteraard. Maar dat was wel meteen een hele goede kleurmatch. Ik denk, ik heb hem even op mijn hand geprobeerd en ik zag meteen dat het wel een goede zou zijn. Ik heb dan ook nog eens vergeleken op met mijn gezicht. Ze heeft eerst een druppeltje aangebracht op mijn hand. En met een dikke buffingkwast uitgewerkt.
En dan mocht ik het andere dubbeltje uitproberen met vingers. En dan voel je inderdaad, er zit een enorm rijk pigment in dat zeer goed uitspreidt en dat je huid, ja, gewoon egaal maakt. Ongelooflijk. Ik ga er uiteraard nog een veel uitgebreidere review van maken. Maar eerste indruk is echt wel wauw. We stonden er allemaal naar te kijken hoe dat pigment zich verspreidde en het resultaat. En ja, het is lang geleden dat ik nog zo gefascineerd ben door een foundation. Dus ik heb er heel goede hoop op. Uiteraard is die niet super goedkoop. Ik denk vooral wat mensen voor het hoofd stoot, is dat hier maar 22 ml in zit. Dat is een beetje een nadeel. Standaard foundation verpakking heeft 30 ml. Maar omdat je er zo weinig van nodig hebt, denk ik wel dat je er niet zozeer minder lang mee zal doen. We shall see. Een andere stand in Harrods is die van Tom Ford Beauty. En daar kocht ik deze hele mooie kwast, de Cheek Brush. Deze wil ik al 2 jaar. Is ongelooflijk zacht. Ik wou hem heel graag hebben, omdat de vorm mij aansprak en de densiteit van de kwast. Ja, ik had zoiets van, dit is iets voor mij. Ik heb al aan de verkoopster gevraagd, van ja, mag ik hem toch eerst even een keer vastpakken en voelen, zodat ik zie hoe dat die is. En ik nam hem vast en ik was meteen verkocht. Super mooi. Ik heb hem vandaag ook al meteen gebruikt om mijn blush aan te brengen. En ja, ik ben super content dat ik hem gekocht heb. Ik wou hem gewoon heel, heel, heel graag en het was het moment. Het moment was daar om hem te kopen. We zijn dan bij Harrods door de Beauty Hall gewandeld. Dan kom je recht op de Food Hall uit. Dat ruikt daar zalig. Alles ziet er heerlijk uit, maar het ruikt ook heerlijk naar eten. Lijkt me geweldig om daar je lunch te kopen. We zijn gewoon nog iets verder gewandeld en daar heb je bij Harrods zelf een La Durée. Een hele leuke locatie, uiteraard heel erg La Durée zoals ze overal zijn. En later bij La Durée in Covent Garden heb ik nog een doosje macarons gekocht. Ik kan ze je niet meer laten zien, want ze zijn allemaal opgevreten. Maar ik koop wel regelmatig zo'n doosje en deze was limited edition. Ik vond hem super mooi. En ja, het is toch wel een speciale gelegenheid. In La Durée in Londen gekocht en dan heb ik daar meteen ook een tastbare herinnering aan. Dus bij La Durée hebben we gezeten en een taartje en een theetje gedronken. Ik vond het super gezellig om dat eens te doen. Dat is zoiets waarvan ik wel altijd gedroomd heb. Dat stond op mijn to-do-lijstje. Ik heb het nu kunnen afchecken. Het was zeer leuk en gezellig met de ladies en het taartje was echt wel top. Nu terug naar de uitgang van Harrods en daartegenover heb je een Space & K. Ideaal, want daar wouden we ook heel graag naartoe. Space & K is een soort van parfumerie, mag ik niet zeggen, maar een beautywinkel. Zo heel veel parfum hebben ze niet. Ze hebben wel geurkaarsen, ze hebben wat diptiek, ze hebben badproducten, beautyproducten, make-up, skincare. En ik had daar ook een aantal dingen van op de wishlist staan. Iets wat ik ook al redelijk lang wilde proberen, omdat ik zoveel over gehoord heb bij verschillende Britse YouTubers, is de Oskia Renaissance Cleansing Gel. Dat is deze tube. Zit met een gemakkelijk pompje. Het is een soort van rozige gel die eruit komt. Die moet je aanbrengen op je droge huid. Goed inmasseren en dan wordt het eerder een soort van olie. En dan afwassen met wat warm water. Dan wordt het een melk. En dan is je huid volledig gereinigd. Van wat ik ervan gehoord heb, leek het mij ideaal voor in de ochtend. En ja, tot nu toe heeft het mij nog niet teleurgesteld. Waar ik ook zeer benieuwd naar was, waren de vrij nieuwe Ambient Lighting Correcting Primers van Hourglass. Ik ben gegaan voor Mood Light, een beetje met een rozige ondertoon. Dat echt wel éclat geeft. Dat is iets wat ik mis in mijn eigen huid. Als ik daar niet op let, dan heb ik zo wat een eigen grauwige ondertoon. Dus ik moet iets van, ja, iets roze eraan toevoegen om het terug wat éclat te geven. En deze leek mij daar ideaal voor. Nog niet gebruikt. Ik heb die andere primer van Marc Jacobs onder mijn foundation vandaag. Maar zeer benieuwd naar. Ik ben ook gewoon een highlighter verslaafde. Dus toen dat Becca uitkwam met Pearl in een individueel poedertje, wist ik dat ik hem ook wilde hebben. De Becca highlighters zitten in het standaard doosje. En Pearl is de allerlichtste highlighter die ze hebben. Is heel wittig. Ik heb hem ook vandaag op mijn jukbeenderen aangebracht. Hij is super mooi. Dus nu heb ik er 3. Nu heb ik Pearl. Nu heb ik Moonstone. Geliger, meer gouden. En dan Champagne Pop. De zeer bekende samenwerking met Jaclyn Hill. En tot slot bij Space & K.
Ja, ik ben ervoor gevallen, dames en heren. De Beauty Blender. Al die jaren heb ik eigenlijk nooit de stap gewaagd. En iedereen is er zo vol lof van. Ik heb ooit eens een sponsje gekocht van Real Techniques. Zo'n oranje spons, wat zowat een goede drugstore dupe van deze zou moeten zijn. Maar die is bij mij vrij snel beginnen scheuren. Dus nu had ik zoiets van, oké, een keer voor het echte spul gaan. Dit is de gewone roze standaard beauty blender. En dan zit er nog een mietje van de Blender Cleanser Solid in. Dus een solide zeep waarmee je de beauty blender kan kuisen. Heel benieuwd, is het nog zoals je ziet in het doosje. Dus ik heb hem nog niet gebruikt. Maar daar komt wel snel verandering in. Goed, van daaruit ging het naar Selfridges. Waar ik vreemd genoeg niks gekocht heb. Het was daar eigenlijk wel heel erg warm. We zijn door de beautyafdeling gelopen. We zijn ook naar de schoenenafdeling gegaan. Dat is echt wel de moeite als je van schoenen houdt. Het is niet zo goedkoop. Er zijn redelijk wat prijzige merken die je kan bekijken. Maar het leuke is dat je wel gewoon kort bij de schoenen kan komen en ze een keer kan bekijken en vastpakken en passen als je dat zou willen. Alles staat er heel mooi en netjes uitgestald en is toegankelijk. Maar dan zijn we verder Oxford Street afgegaan en dan zijn we uiteindelijk ook bij de supergrote Boots terechtgekomen, waar ik een nieuwe Tangle Teaser heb gekocht. Exact dezelfde als die dat ik 2 jaar geleden gekocht heb. Maar bij mij begonnen de tandjes een klein beetje schuin te gaan. Ik heb die ook alles laten vallen en binnenin begon er iets te ratelen. Dus ja, het was tijd voor een nieuwe. Dus dit is mijn verse Tangle Teaser. Uiteraard op Oxford Street heb je de grootste Lush ter wereld. Alleen al voor de ervaring zou ik daar nog eens terug naartoe willen gaan. Het is een gigantisch grote winkel. Er staan zeer, zeer veel producten. Producten die je ook wel bij andere Lush winkels vindt, maar ook een aantal producten die exclusief zijn voor die Lush winkel daar. Een geweldige leuke atmosfeer. De mensen zijn er altijd super enthousiast. En daar spotte ik deze Rose Argan Body Conditioner. Een van mijn favoriete Lush producten en ja, ik kon niet weer staan. Ik wil het even hebben over de verpakking. Dit is een doosje van 500 gram. Die heb ik hier in België nog nooit gezien. Ter vergelijking, dit is de standaard verpakking. Dit is nu wel Yummy Mummy, maar dus in de Rose Argan heb je dezelfde doos. De grootste die je in België kan kopen is die van 240 gram. En die koop ik hier voor ongeveer 30 euro. Nu, het grappige is dat deze, die dus 2 keer zo groot is als deze, in Londen net geen 30 pond kost. Het prijsverschil, ik viel daar eigenlijk een beetje van omver, want ik wist wel dat Lush in de UK goedkoper was. Maar dat prijsverschil vind ik eigenlijk wel best groot. Dus als je bij Lush UK online kunt bestellen of wilt bestellen, denk ik wel dat het de moeite is. Zelfs als je verzendkosten moet betalen, gewoon 2 keer zoveel voor dezelfde prijs. Dus ja, een gigantisch grote pot Rose Argan. Ik ben er super content mee. Ik ben ook dol op het beautymerk van Charlotte Tilbury. En je hebt zowel in Harrods als in Selfridges een counter. Maar ik wilde echt wel wachten tot ik aan de echte winkel was in Covent Garden. Het is leuk om daar eens naartoe te gaan. Ja, het is volledig Charlotte Tilbury. Al haar producten staan daar uitgestald. Alle looks. Beneden is er een boudoir afdeling. De mensen, de verkopers en verkoopsters zijn super mooi opgemaakt. En ja, de hele Charlotte Tilbury vibe is daar heel erg goed voelbaar. Een van haar meest recente producten is dit paletje. Dit is het, hoe heet het? Instant Look in a Palette. 5-minute face on the go. Je krijgt 3 kleuren oogschaduw. Een bronzer en een highlighter die dat ook in het Filmstar Bronze and Glow palet zitten. En dan nog 2 kleuren blush. Een heel compact palet, super mooi weer. Ja, de typische Charlotte Tilbury verpakking. Wel gemakkelijk om mee te nemen of als je niet weet wat je moet doen als je dit neemt, dan heb je meteen de volledige look in 1 palet. Een ander product dat ik, waar ik ook eindelijk aan heb toegegeven is haar iconische Lip Cheat. Dus de lip liner, het lippotlood in de kleur Pillow Talk. Ik wist niet zeker of ik voor Pillow Talk zou gaan, omdat ik daar heel veel mensen wel iets hoor over vertellen. Maar ik wilde wel dat het ook de juiste kleur voor mij zou zijn, dus ik heb wat zitten swatchen. De verkoopster heeft mij goed geassisteerd. En uiteindelijk ging ik inderdaad ook wel voor Pillow Talk. Het is een hele mooie kleur. Niet te nude, niet te roze, niet te bruin. Het zit er zo wat tussenin. En past heel goed onder veel verschillende kleuren lipstick. Dus hier ga ik wel heel veel gebruik van kunnen maken. Ik had ook specifiek gevraagd achter een bepaalde lipstick die dat zij rond Valentijn heeft uitgebracht. Een limited edition. Die stond niet meer uitgestald, maar ze hadden die nog wel, dus goed dat ik erachter gevraagd heb. Dat is deze, de Kissing Lipstick in Kiss Chase.
De naam heeft zij toen trouwens laten bedenken door haar volgers op Instagram of social media. Dus Kiss Chase is een hele mooie, rozige, beste kleur. Is ietsje roziger dan de andere lipstick die ik heb, Amazing Grace. En dit is ook de kissing formule, dus de crème formule, niet super mat. Toevallig, de vrijdag dat wij dus in Londen waren, die dag bracht zij haar allernieuwste product uit. En dat was een mascara. Op dat moment enkel te krijgen bij haar Covent Garden winkel, nog niet aan de counters. En dat is de Legendary Lashes mascara. En die zou voor super dikke, mooie, volumineuze wimpers moeten zorgen. Ook hier nog niet gebruikt, maar wel heel benieuwd naar. Zoals je weet, ik hou wel van mascara met wat drama. Dus deze gaat ook in de smaak vallen, hoop ik. Ik ben ook heel benieuwd naar haar meer skincare producten. Maar die zijn wel best prijzig. Maar ik had online gezien dat zij dit setje had. The Gift of Goddess Skin. En dan zitten er 3 miniatuurproducten in. Geen samples, maar redelijk grote potjes. Dus geen full size, maar je kan er wel al wat van proberen. Dit is de Goddess Skin Clay Mask. Ook al heel goede dingen over gelezen. Uiteraard haar iconische Charlotte's Magic Cream. Hydraterend, maar ook een perfecte primer. En dan een tubetje van de Wonder Glow. Een soort van gekleurde primer, BBCC verzorging en primer en wat dekking in één. Ook nog allemaal niet gebruikt, maar wel heel benieuwd naar. Nog in Covent Garden heb je de Kiki K Shop. Mijn vriendin wilde daar heel graag naartoe. En ik had die naam al eens horen waaien op YouTube, maar ik wist niet goed wat ik mij daarvoor bij moest voorstellen. Oh, zo'n leuke winkel. Ik had die helemaal kunnen leegkopen. Ze hebben er heel veel, boekjes, notitieboekjes, planners, kalenders, leuke kaartjes. Ik vind het altijd tof om mooie kaartjes te geven voor allerlei gelegenheden, voor verjaardagen, maar ook voor housewarming en al die toestanden. Dus dit zijn een aantal toffe kaartjes. Het was 3 for 2, dus 3 kaartjes, 2 betalen. En dat maakt het meteen wat aangenamer. En ook voor mezelf. Ook nog een notitieboekje gekocht. Of eigenlijk een notitieblok. Kiki K heeft een hele lijn met katten. Ik weet niet of het limited edition is, ja of nee. Maar ik kon gewoon niet weerstaan. Zie je hoe schattig? Miauw zegt het. En dan heb je zo van die notitieblaadjes. Ik hou van to-do-lijstjes. Ik ben een lijstjesfreak. En dit is ideaal. Ik ben niet zo'n planner. Ik vind het wel leuk om te zien van die agendas met stickertjes en lintjes en weet ik veel wat allemaal. Maar ik kan mij daar zelf niet mee bezighouden. Ik hou van standaard sec to-do-lijstjes. Maar dit maakt het echt gewoon heel erg leuk om te doen. Dat was de shop nog. 1 dagje heen en weer naar Londen en ik ben weer heel wat beauty rijker. Hou je ogen open, want er komen van heel wat van deze producten vast en zeker nog reviews van op de blog. Ik ga er nog wat foto's van moeten trekken en dan ga ik mijn gedachten erover neerpennen. Hartelijk dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Dag!